Hallo, welkom bij een nieuwe video. Omdat het januari is, zijn er bitter weinig op favorieten, maar ik heb wel heel veel op. Alles is op, dus blijf zeker kijken. Mijn eerste favoriet van deze maand en mijn enige favoriet van deze maand was het zwemmen. Ik heb dat echt namelijk elke week 2 keer in de week gedaan. En dat voelde gewoon zo goed. Ik merk ook dat ik... Dat ik er echt plezier in heb en dat het mij goed doet, zowel op fysiek als op psychisch vlak. En ik wil dat zeker volgende maanden gaan voortzetten. En nu ga ik beginnen met mijn op, alles is op. Mijn eerste iets dat ik heb opgemaakt is een deel. Ik had nooit gedacht dat ik in staat was om deels op te maken, maar het is wel gelukt. Dit is de Fa Luxurious Moments Non-Stop Fresh Technology Elegant Scent deel. Die ruikt super goed. Ga ik hem opnieuw kopen? Nee, want ik heb echt nog duizenden deels liggen. Wat ik ook heb opgemaakt is baby shampoo. Dit is een baby shampoo van Action, van het merk Hagorn. En ik gebruik die om mijn kwasten te wassen, maar momenteel gebruik ik een andere van Kruidvat en die vind ik persoonlijk veel leuker. Dus als mijn baby shampoo ooit op moest raken, ga ik die van Kruidvat waarschijnlijk opnieuw kopen in plaats van die van Action. Deze lippenbalsem is waarschijnlijk al heel lang op, want ik kan me het moment niet meer herinneren waarmee ik hem gebruikt heb. Maar nu dat ik mijn kast uit vond ik deze lege lippen balsem, dus ik dacht ik steek hem er ook gewoon bij. Ik maakte ook deze kaars op, dus is de Winter Wonders, deze Winter Spice Frosted Cinnamon Scented Candle van Primark. Deze was 1 euro. En zoals je kunt zien is hij niet volledig op, maar ik kan hem niet meer aansteken. Hij ruikt wel steeds goed. En deze vond ik echt heel erg leuk. Dus misschien op een dag koop ik hem opnieuw aan als heel mijn collectie voor kaarsen op is. Ook maakte ik een Lush iets op. Dit was de Avo Bath Bomb. Die ruikt echt heerlijk. Ik had deze gekregen voor Kerstmis. Dus als je wil zien hoe het origineel uitzag, kijk dan What I Got For Christmas video. Heb je eigenlijk in een video gestopt? Of in een vlog, geen idee. Ik ga het sowieso hier linken of hieronder. Ik maakte een dingetje op voor de schering. Ik gebruik namelijk deze Intuition Ultra Moisturizing scheer dingetjes. En daarbij heb je zo een handvat. En je moet dan altijd een mesje met je zeep erop steken. Met je scheergel erop steken. Dus het is eigenlijk altijd het mesje en de scheergel in één. En als die op is, kan je die gewoon vervangen. Redelijk goedkoop en ook super handig en goed, vind ik. Ik maakte ook dit masker op. Het Charcoal Peel Off Cleansing Mask. Eigenlijk had ik die al opgemaakt vroeger. Want ik had die gebruikt in mijn singles routine. Ook die video link ik hier. En ik wou hem opnieuw gebruiken dit weekend. En toen merkte ik dat ik heel de binnenkant gewoon niet meer bruikbaar was. Omdat het volledig was opgedroogd. Wat eigenlijk wel logisch is. Ook gebruikte ik een Charcoal Pore Strip. Deze is van Action. En haalt wel, denk ik. Ik maakte nog een Lush productje op. Dit was de Lush Candy Mountain. En die ruikt ook super goed en was echt zalig om mee in bad te nemen. Dat heb ik ook verschillende keren gebruikt en misschien koop ik hem ooit nog eens opnieuw. En omdat ik regelmatig ga zwemmen en na het zwembad mijn haar drinkt van kleur, probeer ik het altijd in het zwembad te wassen. En dat deed ik tot nu met hair care shampoo 29 aloe vera. Van Action, ik vind die niet zo super goed, dus ik ga die zeker niet opnieuw kopen. Zo, dit was het dan voor mijn favorieten en opgemaakt. Hopelijk vonden jullie een leuke video en dan zie ik jullie volgende keer weer. Doedels!